Goedendag. Een kring om de zon, dat brengt water in de ton. Dat zei mijn opa vroeger altijd. En ja, dat gezegde klopt al redelijk, want gisteren konden we zo'n kring om de zon zien. En inmiddels is het deze ochtend al aan het regenen in Zeeland. En die regen die breidt zich alleen maar meer uit over het land. Dit beeld zullen we dus ook vanmiddag elders in het land zien. Want we hebben te maken met een laagdrukgebied dat dichterbij komt. En het laagdrukgebied kunnen we ook al mooi vanuit de ruimte zien. De kern ligt op dit moment zo'n beetje bij Londen. En de komende uren komt dat systeem dichterbij. En zou het ook bewolkt raken in het noorden van het land. Op de weercomputer zien we het ook goed terug. Het laagdrukgebied ligt nu dus nog voor de kust. Komt onze kant op en zorgt de komende 48 uur voor toch wel aardig wat wind, veel bewolking en ook veel regen. Op sommige plaatsen zou wel eens 80 mm aan regen kunnen vallen. In de loop van woensdag zien we het systeem wegtrekken richting Duitsland. Knapt het weer al voorzichtig op, maar een echte weersverbetering zit er pas vanaf donderdag in. Want dan zien we dat het hoge drukgebied dat opbouwt boven de noordelijke Noordzee langzaam onze kant op komt. En later in de week is het dan ook echt wel een beetje nazomers te noemen overdag. Goed, vandaag dus nog niet. Vandaag veel regen en bewolking. Ook vanavond is dat het geval. Een band met actieve regen trekt via het zuiden richting het noorden. De temperatuur die stijgt wel in eerste instantie vanavond, want de wind zoekt de zuidwesthoek op en de temperatuur kan dan even naar 15 of 16 graden stijgen, terwijl het vandaag overdag slechts 12 graden is. Maar goed, er komt ook veel wind bij kijken. Kracht 4, 5, misschien aan de kust even 6. En bij vlagen kunnen zelfs windstoten van 80 km per uur voorkomen in het westen. Daarbij dus veel regen en ook vannacht is dat het geval. Zeker in het westen en noorden van het land de nodige hoeveelheden aan millimeters. In het oosten komen ook wat landere, droge perioden voor. Ook een hele enkele opklaring. En daar kan het nog even afkoelen naar 11 of 12 graden. En morgen, ja, een band met regen trekt via het westen het land snel op. Veel bewolking en regen. En de middag verloopt gewoon druilerig en kletsnat op veel plaatsen. Er kan dus 50 tot zelfs 80 mm aan regen vallen. De meeste van regen verwacht ik eigenlijk vanaf een strook vanaf Noord-Holland via Flevoland richting het oosten. De exacte locatie is nog wat onzeker. Aan de noordzijde van wat koelere lucht, 13 graden als maximum, terwijl het aan de zuidzijde nog 14 of 16 graden kan worden. Daarbij een wind die wat variabel is van richting, tijdens de ochtend nog uit het zuiden tot zuidwesten. In de loop van de dag zien we dat de wind in het noorden al de noordoosthoek begint op te zoeken. En dan stroomt die koelere lucht het land over. En dan wordt het dus ook echt wel een beetje guur weer. En woensdag trekt het systeem weliswaar weg naar Duitsland. Tijdens de ochtend nog veel bewolking en ook wat regen. De wind die maakt die in de ochtenduren ook echt wel een beetje guur. Maar de middag breekt het wolkendek, kan de temperatuur nog naar 15 of zelfs een enkele plek 16 graden stijgen. Maar echt heerlijk weer is het niet op dat moment. Heel anders verloopt de donderdag en de vrijdag wel. Dan is het dus in heel het land droog. En zeker die vrijdag staat er maar weinig wind. Wordt het 16, misschien zelfs wel even 17 graden. Kan het wel een beetje nazomers te noemen zijn. Maar de ochtend begint nog wel fris. Misschien zelfs met een graadje nachtvorst. In het weekend neemt de bewolking geleidelijk aan toe. Neemt de kans op wat regen weer toe. Maar goed, dat is nog ver weg. We krijgen eerst nog een paar mooiere dagen na dit onstuimige weer. Fijne dag!